Hallo, welkom bij een nieuw videoles van Verberta. En deze keer gaan we kijken naar het voortentamen van het CCVS. Opgave 1. En dan gaan we kijken naar opgave A, B en C over stereoisomerie. De opgaven die hierna komen zijn additie- en substitutiereacties. Dus die laten we even zitten. Goed, opgave 1a. Er zijn 4 stereoisomeren met de systematische naam 4-chloor-2-pentaen. Nou, dan ga ik eerst maar eens tekenen. 1, 2, 3, 4, 5. Want het is pentaen. Op nummertje 2 hebben we de dubbele binding zitten. En op nummertje 4, 1, 2, 3, 4 zit er een chloor aan. En voor de rest hebben we natuurlijk overal nog waterstof. Goed, de vraag is, leg uit waardoor er 4 stereoisomeren zijn. En wat je hier hebt, als eerste heb je een dubbele binding. En een dubbele binding levert eigenlijk altijd cis-trans-isomerie op. En dan hebben we, behalve die dubbele binding, hebben we ook nog een koolstofatoom, als ik het goed zie, namelijk deze, waar aan de linkerkant, aan de bovenkant, aan de rechterkant en aan de onderkant, ik weet dat het niet helemaal netjes is om het zo te zeggen, maar in deze tekening kan ik dat wel doen, 4 verschillende soorten groepen zitten. Dus hier hebben we gewoon normaal stereoisomerie. En dat betekent dus dat we hier de standaard LD-isomeren hebben. Goed, dan hebben we vraag A volgens mij bijna beantwoord. Oh nee, we moesten uitleggen waarom het er 4 zijn. Nou, dit zijn er 2. En dit zijn er 2. Dus 2 vormen, totaal, 2 keer 2 is 4. Dan hebben we de hele opgave gedaan. Gaan we gelijk door naar opgave B. Hoe worden in deze naamgeving, deze isomeren van elkaar onderscheiden? Sorry, ik heb ze wat klein op mijn beeldscherm staan. Het leest wat moeilijk. Nou, ik heb het eigenlijk hierboven al gezet. Namelijk, we hebben dus de variant. Even kijken, wat is de volgorde? L-cis. L-trans. D-cis. En D-trans. Dus dit zijn de voorvoegsels. Staat me trans in beeld? Ja. Dit zijn de voorvoegsels die je dus kunt krijgen voor het 4-chloor-2-pentaen. En dan hebben we nog vraag 3 van het geheel. Vraag 3. Vraag C natuurlijk. Je moet wel blijven opletten hier. Vraag C. Ook bij de naam 2,4-dichloorpentaan hoort een aantal stereoisomeren. Leg uit hoe groot dit aantal is. Nou, dan gaan we weer tekenen. Pentaan waren er 1, 2, 3, 4, 5. En aan nummertje 2 zit een chloor. Aan nummertje 4 zit een chloor. Dus wat hebben we nu weer? We hebben in ieder geval, als ik zo kijk, hier een, nou, ik moet niet die C meenemen, of de chloor meenemen. Misschien eigenlijk ook niet eens het haartje. Maar hier hebben we 1 asymmetrische. Hier hebben we nog een asymmetrische. Dus we hebben 2 asymmetrisch. Dan zou je natuurlijk zeggen, dat is 2 keer 2... Dat zijn 4 stereoisomeren. Maar
Als je nu goed kijkt, hebben we hier een spiegelvlak. En de regel is altijd dat je per spiegelvlak in ieder geval één versie kunt weghalen. Dus in dit geval zou je dus kunnen zeggen, 2 keer 2 is 4. Eentje eraf. Dan hebben we dus nog 3 mogelijkheden over. Goed, dit waren de eerste 3 opgaven van het CCVS-tentamen. Deze was van 26 januari 2011, opgave 1 A, B, C. In de vervolgvideo's gaan we kijken naar opgave D, E, F en natuurlijk opgave 2, 3, 4, 5, 6. Ik dacht dat hij tot 6 ging. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hier vast al iets aan hebt gehad. En tot een volgende keer.